Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Boven Zuid-Nederland liggen wat dikkere wolken. Boven het noordoosten is het nog vrij helder. Maar die wolken winnen wel langzaam maar zeker terrein. Ik wil niet zeggen dat de zon helemaal niet meer schijnt. Een klein gaatje in het zuiden kan nog wel. Meeste zon vanochtend in het noorden en ook daar neemt de bewolking langzaam toe. Het kwik ligt iets boven het vriespunt. Vanmiddag wordt het wat zachter. De wind draait naar het zuidoosten en in het zuiden van het land wordt het dan 6 of 7 graden. In Groningen nog een graad of 3 en daar houden we het langst nog wat zonneschijn. Verder is het nog wel op de meeste plaatsen droog. Vanavond kan er in het oosten misschien hier en daar wat lichte regen vallen, maar het zijn geen grote hoeveelheden. De wind draait verder naar het zuiden en de zachtere lucht wint langzaam, maar zeker nog wat terrein. Morgen is dan een druilerige dag met veel bewolking, er valt wat regen of motregen. Misschien dat het in de middag wat vaker droog is in het zuiden, maar voor zon is weinig ruimte. Het wordt wel 7 of 8 graden. Dat is vrij zacht voor de tijd van het jaar. En de temperatuur sukkelt langzaam, maar zeker weer iets omlaag op de dagen daarna. Uiteindelijk komen we uit op een graad of 5 in het weekeinde. We houden vrij veel bewolking. Donderdag kan het nevelig of wat mistig zijn. En verder is het vrij rustig met de wind. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.